Dag kijkers van het kanaal FishingNator.nl, oftewel het kanaal van Chris. Ik ben Roy, ik ben 28 jaar, ik ben puur Savi en ik speel Call of Duty. Yeah! Misschien dat sommige mensen van jullie mij nog wel kennen. Ik heb een tijd namelijk een gastrol wekelijks bij Fish geüpload. Ik denk dat het alweer een jaar geleden is. Ik fish nu ongeveer 1,5 jaar, 2 jaar. Ik heb geen flauw idee. In ieder geval best wel een lang tijdje alweer ken. Hartstikke vet natuurlijk. Ik speel Call of Duty voornamelijk, dat kun je ook op mijn kanaal checken, hartstikke vet. En ik ga gewoon een lekkere oldschool commentary doen. Dus alleen gameplay, geen facecam erbij, maar gewoon alleen lekker mijn stem. Dat je gewoon een beetje weg kan dromen in mijn commentary. Althans, dat hoop ik dan tenminste een beetje. Ik hoop dat je er wat plezier aan beleeft. Want ik ga het namelijk over een onderwerp hebben wat best wel veel voorkomt bij gamers. Vooral jonge gamers. En dat is namelijk het verhaal dat je lekker aan het gamen bent op de PC, console, noem het allemaal maar op. En in combinatie met de ouders. Want jongens, ik ben dan wel 28 jaar, maar ik heb het echt allemaal meegemaakt. Het gezeik van gradatie 1 tot en met 10 bewijzen. Van, het is echt... niet normaal en ik weet hoe sommige mensen van jullie er mee zitten. Voor diegene is misschien ook deze commentary, maar ik denk dat het voor iedereen wel hartstikke leuk is denk ik om gewoon lekker te luisteren over hoe ik dat heb meegemaakt. Het is gewoon eigenlijk een verhaal uit het verleden en hoe ik daar tegenwoordig tegenaan kijk. Gewoon hartstikke vet denk ik. In ieder geval, ik ben 28 jaar zoals ik al zei, dus ik ga het over de periode hebben dat ik ongeveer 15, 16 jaar was. En ook toen was ik veel bezig met gamen, weliswaar op de PC. Ik speel nu op de PlayStation, maar ik speelde toen op de PC en dat was voornamelijk een van de eerste versies van Counter-Strike en mods versie daarop. In de zin van Unreal Tournaments, Counter-Strike 1.6 heb ik ook nog een tijd gespeeld, nou, dat was iets later in ieder geval. In ieder geval veel schietspelletjes op de computer, op de PC. En dat speelde ik echt gewoon dagelijks en ik was er toen de tijd, en nu nog steeds eigenlijk, het is een soort van met verslaving wil ik het niet noemen, maar het is gewoon hartstikke leuk om te spelen. Het is gewoon een wereld op zich en daar gaat het meteen al een beetje over, want ik heb natuurlijk in mijn schoolperiode best wel veel gegamed en daar leidde toen de tijd ook mijn schoolcijfers onder. Dus toen had je mijn ouders op een gegeven moment, die zeiden van nou Roy, als jij... geen goede cijfers haalt, dan gaat jouw PC gewoon weg voor een maand, 2 maanden, half jaar. Maakt niet uit, doordat je weer goede cijfers had en dan mag je weer lekker gaan spelen. En dat was best frustrerend, want ja, ik haalde door het gamen natuurlijk slechte cijfers. Maar om daar zo diep op in te gaan dat het een verslaving is, want dat werd natuurlijk gezegd door mijn ouders, ook leraar. Ja, Roy, jij bent gameverslaafd. En dan zit je te luisteren en dan denk je, waar de fuck heb je het nou over? Waar de fuck heb je het nou over? Je weet niet eens waar je het over hebt. Je weet niet eens waar het over gaat. En dan zei, ja, je moet soms sociale contacten leggen en noem het allemaal maar op. Nou, ik had gewoon vrienden waarmee ik in de klas zat of gewoon buiten school om kon. Waarmee ik aan het gamen was. Dus die sociale contacten die ik toen had, die deden ook dat. Dus ik had gewoon contact met ze via het gamen. En tegenwoordig is het zo een online wereld dat je gewoon... vrienden maakt in de online wereld die je gewoon in real life kent. Zoals een heel goed voorbeeld, Giel de Dutch Warrior, die ken ik van het gamen. Die ken ik na 2 jaar denk ik ongeveer zo. En in real life ken ik hem nu ook. Ik ga ook gewoon bij hem op visite en noem het allemaal maar op. Gewoon lekker bij hem langs chillen, noem het allemaal maar op. Dus je kan er gewoon vrienden aan overhouden. Dus dat is wel een misvatting. Ik denk van ja, die schiet bij mij altijd in het verkeerde keelgat. Het is dat je wel zegt, ja... sociaal gezien met stappen uit eten gaan, noem het allemaal maar op. Ja, dat is natuurlijk een heel ander vlak. Maar om te zeggen dat het nou gewoon een eindselkanger serie is, is natuurlijk heel anders. Want mijn ouders zagen toen de tijd van, ja, het is een computerspelletje. Je zit alleen maar hetzelfde te doen. Hetzelfde te doen. Maar ja, dat is natuurlijk heel, ja, jullie weten natuurlijk ook hoe het werkt. Het is natuurlijk niet alleen maar hetzelfde doen. Dus dat is een beetje... Je hoort nu een motor bij mij op de achtergrond. Dat is echt fucking irritant. Sorry daarvoor. Echt... erg onprofessioneel, maar dat gebeurt nou eenmaal. In ieder geval, het is niet alleen maar hetzelfde, zeg maar. Het is echt gewoon fucking elke keer weer wat anders. Het is, ik gebruik het woord fucking nu al heel erg vaak, maar jullie snappen mijn frustratie. Ik ben nu 28 jaar en ik weet nu ook, mijn broertje zit nu zeg maar in dezelfde periode, fase als waar ik in zat. Daar is hij nu een beetje uit. Ik heb een broertje, die is nu 16 jaar. Hartstikke vet natuurlijk. En die heeft ook heel veel gegamed. En die heeft eigenlijk een beetje hetzelfde meegemaakt als wat ik heb meegemaakt. Met betrekking tot mijn ouders. Hij haalde iets slechtere cijfers. Nou, sowieso betere cijfers dan dat ik toen haalde. Maar het ging in ieder geval een stuk beter. En
Alleen hij had er wel last van, ja, een half uurtje gamen. Wat moet ik nou doen in een half uurtje? Ik heb net een PC opgestart, weet je wel, toen de tijd. Als je nog hebt inbellen en zo allemaal meerekend bij wijze van. Maar een half uurtje heb je natuurlijk helemaal niks aan. Dus ik snap zeer zeker de frustratie. Maar, als ik nu ga kijken, op 28-jarige leeftijd, snap ik de frustratie. Maar ik snap ook heel goed die ouders, want wat is het nou namelijk? Je wilt natuurlijk voor je kind het beste. En op het moment dat jij je kind zeg maar 2, 3, 4 uur lang achter een beeldschermpje ziet staren, dat is voor jou als ouder is het niet leuk. En dan gaat het eventjes niet erom of het nou sociaal of niet sociaal leven is of hoe je het ook maar allemaal wilt zien. Want in mijn ogen is het gewoon qua sociaal. Maar je kan niet socialer bezig zijn als via Twitter, YouTube, gamen in multiplayer lobby's of gamen met vrienden, wat je ook allemaal gaat doen. Dat is, weet je, dat is gewoon, in mijn optiek is dat gewoon nog steeds interactie hebben met de medemensen. Dus snap je wat ik bedoel? En natuurlijk, je gaat niet een dagje Bali die doen, weet je. Dat is een hele scheve vergelijking om op sociaal gebied andere dingen te doen. En heel veel mensen die hebben tegenwoordig gewoon van lekker chillen, weet je. Ik heb dat ook gewoon. Dan speel ik lekker een paar potjes Call of Duty, noem het allemaal op. Lekker 2,5 uurtjes lang lekker gewoon spelen. En gewoon in de avond weer lekker naar vrienden, lekker bier sappen en zo, weet je. Het kan ook gecombineerd zijn. Maar in ieder geval waar ik op terug ga komen, want ik dwaalde alweer een beetje af. Hoe ik er tegenwoordig tegen kijk. En dat snap ik die ouders natuurlijk wel, want je wilt gewoon het beste voor je kind hebben. En als jij ziet dat je kind slechte cijfers had en dat is te wijten aan het spelletje. Wat natuurlijk wel de aandacht en de energie vraagt op dat moment van een jonge iemand. En dat je eigenlijk niet bezig bent met school, want bij mij was het zelfs zo erg dat op elke vrijdag had ik zeg maar gym. En ik haatte gym, want ik had gewoon helemaal geen zin in gym. Ik was echt gewoon een lijf varken toen. Echt niet normaal. Maar ik had gewoon helemaal geen zin in gym gewoon. En wat deed ik dus? Mijn moeder die ging altijd, mijn vader was altijd vroeg de deur uit, maar mijn moeder die ging altijd rond een uurtje of 9 ging zij gewoon lekker naar de werk toe. Hartstikke vet natuurlijk. Want dat zorgde ervoor dat ik na 9 uur gewoon weer thuis kon komen. Want van 9 tot 5 werkte zij altijd. En ik had gewoon school van, wat is het, 8:30 tot 3 of zo. Ik gok het eventjes hoor, ik weet het niet meer precies natuurlijk. Nou, wat deed ik dan? Dan ging ik lekker een stukje fietsen. En ging ik gewoon spijbelen. Spijbelen voor gamen. En toen dacht ik op een gegeven moment wel van, ja, ik heb dat een paar weken gedaan zo, elke vrijdag. En hartstikke verder toe, ik kon lekker online spelen, maar dat schoot ik mee op uiteindelijk helemaal niks. Want de vrienden met wie ik speelde, die zaten namelijk wel gewoon op school, dus ik zat in mijn eentje. Op een gegeven moment werd dat ook helemaal saai, dus dat schoot je ook helemaal niet. Dus bij mij leidde op een gegeven moment echt wel school eronder. En ik heb op een gegeven moment ook die knoop doorgehakt om zeg maar iets anders te brengen op dat moment. Maar goed, weet je, het is tegenwoordig met zoveel computers, noem het allemaal op, je hebt tegenwoordig... Ja, het is moeilijk om je ouders nog steeds te overtuigen van het feit dat je computerspelletjes speelt. Want ik lees nog steeds op Twitter dat controllers worden afgepakt. Of dat iemands console of PlayStation er weer is afgepakt. Of dat je telkens je ouders moet overtuigen van het feit dat er niks mis zou moeten zijn met gamen. Hetzelfde als in de media, weet je wel. Er gebeurt dit omdat hij een spelletje speelt. Ja, weet je... gaat in mijn ogen helemaal niks, want er spelen miljoenen mensen spelen spelletjes en worden er 1 of 2, 3 gevallen worden er dan uitgepakt, weet je. Hoe groot is die percentage nou? En wellicht heeft het niet eens daarmee te maken, want er spelen hele andere factoren natuurlijk ook nog om. Dus gaat daar natuurlijk helemaal niet over. Jongens, het is gewoon heel erg moeilijk om je ouders te overtuigen. Ik weet in wat voor situaties sommige mensen natuurlijk zitten en het blijft altijd lastig om iets voor elkaar te krijgen. Alleen probeer het ook vanaf de kant van je ouders te zien en de ouders zouden het op zich ook vanaf jullie kant moeten zien. Het is een beetje geven en nemen natuurlijk, maar één ding staat voorop, ik weet hoe jullie je voelen. Ik heb het zelf ook allemaal meegemaakt en ik dacht, nou ja, misschien is dit een leuk onderwerp om een gasrolletje bij vis neer te zetten. Dus ik dacht, ik ga het gewoon lekker met jullie hierover hebben. Laat in de reacties achter wat jij hier nou van vindt, hoe jij er tegenaan kijkt. Hoe vaak game je per dag? Heb jij problemen met je ouders? Ik krijg sowieso de reacties onder deze video bij Facebook's kanaal helemaal terug. Dan kan ik gewoon lekker discussiëren. Vind ik altijd leuk. Interactie met de kijkers. Ik vind het wel hartstikke vet. Dus op die manier hoop ik misschien wel een van jullie te kunnen helpen. Want misschien zit wel een van jullie in die situatie. En misschien kan ik wel een helpende hand bieden. Helemaal niks mis mee. Hartstikke vet. Plaats reactie. En ik zeg misschien wel weer tot een volgende keer. Later.